Vandaag gaan we het hebben over modern imperialisme en bondgenootschappen. Aan het einde van het filmpje kan je het volgende. Je kan uitleggen wat modern imperialisme is. Je kan uitleggen wat het verband is tussen modern imperialisme en de industriële revolutie. Je kan twee bondgenootschappen noemen die de vorige Wereldoorlog 1 ontstonden en noemen welke landen daarbij hoorden. Je kan uitleggen waarom veel Europese staten bondgenootschappen met elkaar aangingen. En je kan verklaren waarom modern imperialisme een belangrijke reden is waarom we spreken van de wereldoorlogen. De periodisering is van 1850 tot 1910. We zitten in de moderne tijd, de tijd van wereldoorlogen, die duurde van 1900 tot 1950. Iedereen een wereldrijk. We hebben eerder gehad over de industriële revolutie. En door de industriële revolutie ontstaat er een hele grote vraag naar producten en grondstoffen. Dat heeft vooral te maken met die fabrieken, want die fabrieken die draaien op kolen. En om ervoor te zorgen dat die fabrieken goed blijven draaien, zijn dus ook heel erg veel kolen, dus grondstoffen, nodig. Nou, die grondstoffen waren natuurlijk niet overal erg voorradig, maar wat heel veel Europese staten wel hadden, waren koloniën. Want wat gaan ze namelijk doen? De Europese staten gaan die grondstoffen halen uit die koloniën. Die gebieden die ze al eerder hebben weten veroveren, nou, vooral Groot-Brittannië en Frankrijk gaan dat doen. Daarin gaan ze echt grondstoffen naar voren halen of naar buiten halen. En die exporteren ze naar hun eigen landen. En dan zien we wat er begint te ontstaan, namelijk het modern imperialisme. Die Europese landen die nemen eigenlijk langs die koloniën helemaal over en gaan ze echt volledig uitbuiten. Nou, een plaatje hier rechts zien we het dus ook inderdaad. Hier bijvoorbeeld Engeland te geven, die een van de grootste wereldrijken ooit had. En daar zien we eigenlijk ook staan dat zij overal wel inderdaad invloed hebben. India, Canada, andere gebieden, overal zien wij dat zij invloed hebben. En wat ze dus ook gaan doen, is ervoor gaan zorgen dat ze die grondstoffen importeren, die eigenlijk die landen zelf nodig hebben, maar vooral ook hun producten ook gaan verkopen in al die landen voor natuurlijk wat hogere prijzen. Daardoor zien we dat die landen heel erg afhankelijk worden, die voormalige koloniën worden heel erg afhankelijk van wat we noemen het moederland. En dat is echt wat modern imperialisme. Nou, op deze kaart zien we het ook nog eens een keer. In het rood zie je eigenlijk alle gebieden die onderdeel waren van het Britse Wereldrijk. Dat is natuurlijk erg groot zoals je kunt zien. En in het blauw zien we alle gebieden die onderdeel waren van het Franse Wereldrijk. En als je nog even terugdenkt, hiermee zie je dus ook dat Frankrijk en Groot-Brittannië op dit moment echt twee van de grootste wereldmachten ooit zijn. En eigenlijk wel ja, niet geëvenaard worden door andere landen op dit moment. En wat je ook vooral ziet is dat vooral Afrika inderdaad heel erg veel bezet wordt door allebei de landen. En ook daar worden juist heel erg veel grondstoffen uitgehaald en geïmporteerd naar Groot-Brittannië of Frankrijk. Nou, wat we vroeger hebben gezien is dat op een gegeven moment natuurlijk door die Frans-Duitse oorlog en het uitroepen van eenheidsstaten er ineens een heel sterk nieuw land in Europa bij komt, namelijk Duitsland. En dat modern imperialisme in Engeland en Frankrijk dat veroorzaakt ook eigenlijk jaloezie in Duitsland, want die Duitsers willen graag ook één groot wereldrijk. Dus wat willen zij gaan doen? Zij willen eigenlijk op gelijke voet staan als met de Engelsen en de Fransen en zij gaan dus ook beginnen met het veroveren van koloniën. Maar je kan je natuurlijk voorstellen of Engeland en Frankrijk niet super blij mee zijn. Zij vonden het wel prima dat ze met z'n tweeën alles konden oplossen in de wereld en ze hadden niet echt best in dat er een sterk land als Duitsland bij zou komen. Nou, vooral Frankrijk heeft daar een probleem mee vanwege de Frans-Duitse oorlog. Zij waren nog steeds bang vanwege die vernedering van Duitsland door die oorlog. Maar anderzijds zag je ook bijvoorbeeld de Engelsen die niet heel veel zin hadden om hun, ja, hun hegemonie, noem je dat, hun toppositie in de wereld te verliezen aan dat nieuwe Duitse Rijk. Nou, en dan zien we eigenlijk een heel goed voorbeeld van het moderne imperialisme naar voren komen. Dat is namelijk wat we noemen de Scramble for Africa. En de Scramble for Africa wil eigenlijk niets anders zeggen dat Afrika door de Europese machten, niet alleen door de Engelsen, Fransen en de Duitsers, maar ook door de Italianen, de Portugezen, de Spanjaarden, zelfs ook de Belgen, dat die eigenlijk gaan proberen om Afrika te verdelen. En dat doen ze eigenlijk vrij lomp. Ze heel veel grenzen trekken ze eigenlijk gewoon met een lineaal over de kaart en ze proberen op die manier ervoor te zorgen dat Afrika verdeeld wordt en dat iedereen dus een even groot deel gaat krijgen. En dat noemen we de Scramble for Africa, dus de Colonization of Africa ook wel. En dat heeft eigenlijk een perfect voorbeeld van het moderne imperialisme. Europese staten die andere gebieden in de wereld echt naar hun idee inrichten. Nou, en wat zien we alleen gebeuren? Dat die Duitsers eigenlijk nog steeds veel meer koloniën willen. Niet alleen in Afrika, want daar krijgen ze eigenlijk niet hele rijke gebieden. Maar vooral ook in Azië willen ze ook gebieden zien te bereiken. En ook bijvoorbeeld Zuid-Amerika zouden ze ook wel iets mee willen. Hoe dan ook, dat heeft nog steeds dus niet voldoende reden tot ontspanning op dat wereldtoneel. Je ziet nog steeds veel spanning ontstaan tussen Engeland, Frankrijk en Duitsland.
al die zaken die zorgen eigenlijk steeds meer voor een gevoel van onveiligheid in Europa. Nou, we hebben het er vorige keer al over gehad. Dat militarisme is een hele belangrijke voorbeeld van. Met de bijbehorende wapenwetloop. Legers moeten de beste zijn. Maar we zien ook nationalisme ontstaan weer. Waar weer terugkomen. Waarbij we ook zien van hey, landen willen het beste zijn. En dat zorgt natuurlijk ook voor onveiligheid. Want ze willen met elkaar concurreren. Als het op economisch gebied gaat, dan kan het misschien nog wel. Maar in combinatie met het militarisme geeft al snel een militair aspect aan die hele concurrentie. En vooral die Duitse eenwording is ook echt wel weer een probleem in Europa. Want wat ik al eerder zei, dat machtsevenwicht tussen al die Europese landen wordt daarmee ernstig verstoord. Nou, Europa gaat daarbij op zoek naar een nieuw machtsevenwicht en ze gaan proberen om bondgenootschappen te creëren tussen landen. Dus wat betekent een bondgenootschap? Eigenlijk dat landen beloven met elkaar samen te werken en als jij aangevallen wordt, kom ik jou helpen en andersom natuurlijk ook. Dat is een bondgenootschap en op die manier probeert Europa eigenlijk een nieuw machtsevenwicht te creëren. Wat de bondgenootschappen zien we dan? We zien eigenlijk een aantal kettingreacties ontstaan. De eerste is eigenlijk dat Frankrijk toenadering gaat zoeken tot Rusland. Rusland lag aan de andere kant van Duitsland en Frankrijk aan de ene kant. En dat zorgt ervoor dat ze eigenlijk willen zorgen dat Duitsland ingesloten wordt. Zou Duitsland nooit proberen Frankrijk aan te vallen, werden ze ook in de rug aangevallen door de Russen. Nou, wat zien we nog meer ontstaan? Dat Engeland zich eigenlijk ook heel erg bedreigd nog steeds voelt door die Duitsers en hun streven naar koloniën, maar bijvoorbeeld ook naar een machtige vloot door Duitsland. En Engeland denkt eigenlijk, hey, wacht eens even, de vijand van mijn vijand, dat zijn de Fransen, dat is dus eigenlijk mijn vriend. Dus zij gaan eigenlijk een beetje vrienden worden met Rusland en Frankrijk. Nou, Duitsland ziet het allemaal natuurlijk gebeuren en die voelt zich niet heel veilig. Aan alle kanten worden ze ingesloten door de Fransen en de Russen, maar ook de Engelsen met hun vloot willen ze graag eigenlijk zien te passeren. Dus zij gaan ervoor zorgen dat ze ook toenaan zoeken tot Oostenrijk-Hongarije, dat derde machtige land in Europa. Nou, en dan Ottomaanse Rijk als laatste dan, het huidige Turkije, dat voelt zich dan weer bedreigd door Rusland. En zij denken ook weer, hey, de vijand van de Russen, dat zijn de Duitsers. Nou, de vijand van mijn vijand, dat is mijn vriend. Dus ik ga vrienden worden met de Duitsers en de Oostenrijk-Hongaren. En we zien dan eigenlijk ervoor zorgen dat ook dat militarisme en dat nationalisme, dat het zorgt dat al die landen ook heel erg goed bewapend zijn. En dat ze iets hebben van, oh ja, nu zijn we met z'n allen goed bevriend en wij kunnen onze bondgenootschap is beter dan het bondgenootschap van de ander. En dan zien we eigenlijk de volgende kaart ontstaan. Enerzijds zien we hier bijvoorbeeld dus Groot-Brittannië, Frankrijk en het Russische Keizerrijk. Dat noem je de Triple Entente, de geallieerden. En daartegenover zien we in het oranje het Duitse Keizerrijk, het Oostenrijk-Hongaarse Rijk en het Ottomaanse Rijk, die weer tegenover die andere drie staan. En die noemen we de centrale, want die liggen dus centraal in Europa. Nou, en op die manier zie je dat twee bondgenootschappen tegenover elkaar staan en elkaar eigenlijk heel wantrouwend dus ook bekijken.